Ik ben Mark van der Sluis, van loonbedrijf Van der Sluis van Zielst. We hebben een loonbedrijf en we hebben ook nog zelf een eigen akkerbouwbedrijf. En daar telen we ook verschillende producten zoals wetlof, uitjes, aardappelen, allerlei gewassen. De grond is nu goed, het is eind februari, planten gaat heerlijk. Vandaag zijn we ook weer bezig met 3 planters. Vorig jaar hebben we ook rond deze tijd geplant, maar dat was maar heel even. En daarna zijn we er 4 weken afgeregend geweest. Maar nu is eigenlijk dat je 70-80% heel vroeg plant. Dus het is echt duidelijk veel eerder. Het is natuurlijk gewoon vroeg. Plantuien kenmerkt zich wel dat de grond dan nog niet precies goed is. Maar omdat het uitje natuurlijk een flinke voorraad aan voedingsstoffen bij zich hebt, dan trekt hij dat wel. We spuiten er nu ook kunstmest bij om dat uitje wat extra te helpen voor de beworteling. Omdat dat, als het de bodem koud is, dat dan het bewortelen moeilijker gaat. En we planten met verschillende machines. We planten met machines voor 1,5 meter ruggen, 3 keer 1,5. We planten ook met machines voor de 2,25 teelt. We hebben een machine van 4,5 meter en een machine van 6,75 meter. De trekkers staan allebei op rups, op spoorafstand 2,25. Dus dan hebben ze 1 compleet bed onder zich. En bij die 4,5 meter 2 keer 1,5 naast zich. En bij die 6,75 heb je dan nog 2 keer een compleet bed naast je. Die 6,75 meter is een zelfbouwmachine. En dat hebben we gedaan omdat het in die tijd niet te koop was. Die 6,75 machine die kan ook 2 hectare per uur pakken. En die 4,5 meter machine die 1,3, 1,5. In het begin hebben we dan nog wat in Drenthe gepoot en in de Flevopolder. Maar nu zitten ze hier. We hebben wel heel veel gedaan. En de komende dagen nog een hectare of 50, 60. Nou ja, de plantuin is hier op het eiland. Net als de Hoekse Waard, West-Brabant, is gewoon heel veel beregend. Dus degene die er gewoon steeds op tijd bij was, nou, die heb gewoon een mooie oogst. Maar als je die kon beregenen, ja, dan moet je gewoon met 20, 25 ton plantuien naar huis. Dat is niet meer goed te rekenen. Daar is de teelt gewoon te duur voor. Vorig jaar was het meer, ja, de uitjes waren toen erg goedkoop. En er was ook veel. Er waren ook veel uitjes. Dus ja, er werd gewoon heel veel geplant. Ondanks dat er veel geplant was, was toch de prijs heel goed. In het begin dacht iedereen dat er heel veel zou komen, maar toen zat die droge zomer zich heel sterk door. Dus degenen die toen niet vroeg geoogst hebben, maar vanaf midden tot later, die zat er ontzettend goed mee. Door die droge zomer vorig jaar was de oogst van de kleine uitjes weer veel minder. En dus de uitgang is nu veel duurder. En er zijn ook verschillende mensen die gewoon gezegd hebben, nou, ze zijn ons te duur, we gaan zaaiuien telen. Wat is voor mij de ideale plantui? Dat ze niet te grof zijn, maar ook niet te klein. Dat de sortering van het geleverde plantmateriaal gewoon vrij dicht bij elkaar ligt. Nu heb je soms kleintjes en die liggen onder een grote. Te kleintje, dat heb dan een grote broer boven zich en die kan ze dan niet goed ontwikkelen. Ga je al die kleintjes apart poten, nou, dan komt het gewoon wel goed. En ga je die grote allemaal apart poten, ja, dan krijg je gewoon een beter egaal gewassen.